Zeg, je hebt de muzikale microbe ook doorgegeven aan jouw dochter, aan Kitana. Hoe doet zij het nu? Ik kon dat nog niet als ik 16 was. Echt niet. Hoe zij op een podium staat nu, we hebben er wel hard aan gewerkt. Dat is eigenlijk al veelbelovend voor de toekomst. En we gaan er nog voor in de toekomst keihard aan werken dat ze daarin kan groeien. Met wat tricks en tips. Maar ze is op dit moment echt wel al leuk bezig. Ze heeft eigenlijk al in heel korte tijd wat grote optredens afgewerkt. En er komen er nog wel een paar op haar agenda. Dus ja, aldoende leert men. Wat zijn de plannen met Swoop voor dit jaar nog? Wij zijn begonnen aan 21 jaar Swoop. Onze traditionele show elke keer opnieuw op het einde van het jaar. 12 november, 21 jaar Swoop in Salons Mantovani in Oudenaarde. Ja. En wat gaan de mensen te zien krijgen? Zoals altijd, een 2 uur durende show met al de nummers die gekend zijn van Swoop. En heel wat nieuwe dingen die we dan vanaf november naar het nieuwe jaar 2023 meenemen om een nieuwe show te brengen voor de tenten en de pleinen en de feestzalen.